We zijn hier in Food Forum, het Flevolandse paviljoen op de Floriade Expo 2022. Dit is dé ontmoetingsplek voor food professionals, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van voedsel. Flevoland en voedsel horen bij elkaar. Met onze vruchtbare bodem en onze vernieuwende ondernemers is Flevoland ook dé plek om te werken aan het duurzame, gezonde voedselsysteem van de toekomst. En daarom vormt Food Forum samen met de Village en de Eres Hogeschool de Flevo Campus. De kenniscampus die straks ook na de Floriade blijft bestaan. We hebben de architect en de bouwer uitgedaagd om het verhaal van Flevoland te vertellen. En tegelijkertijd te laten zien wat onze ambities op het gebied van duurzaamheid zijn. Kijk mee hoe dit gebeurd is. Wij gaan een stukje aarde, vruchtbare grond eigenlijk, optillen tot aan de zeespiegellijn. En dat vertelt eigenlijk in één oogopslag het verhaal van Flevoland. Die twee verdiepingen zijn heel verschillend. Dus de onderste niveau, dat is met name materialen die transparant of reflecterend zijn. Ook omdat we daar onder de zeeniveau zijn eigenlijk. Op begane grond kiezen wij voor zoveel mogelijk producten die circulair zijn. Dus die aansluiten op circulair bouwprincipes of de circulaire economie. Het is uniek in de zin dat wij op een vrij expliciete manier omgaan met duurzaamheidsthema's. Twee eigenlijk staan centraal in het paviljoen. Aan de ene kant circulariteit. Dus vertaald naar de bouw is dat circulair bouwen. En die andere is biobased materialen. Alles komt eigenlijk prefab op de bouwplaats aan. Dus dat betekent dat het in kant-en-klare brokken hier op de bouw bij elkaar gemonteerd wordt. In 3 weken zetten we eigenlijk hier nu een volledige ruwbouw neer voor dit gebouw. Dat is gewoon razendsnel. Dus als je hier binnenloopt, wat je ziet, het hout wat hier zit, de afwerking van het hout, is allemaal ook gewoon eindafwerking. Er komt nog een laklaag overheen en dat is het. De vloer die we nu mogen storten in Almere is zo uniek omdat het een combinatie is van gerecycled beton en oudgebakken materialen. En miscanthusgras. Dat is nu voor de 2e keer dat we dat zo mogen toepassen. Maar in deze combinatie is het echt de 1e keer, voor zover wij weten, in Nederland en ook daarbuiten. Karel, wat zijn jullie hier aan het doen? Wij zijn hier een plafond aan het inbouwen op riet. Riet is, en leem is een hele oude methode. Een van de oudste bouwmethodes überhaupt. Want mensen hadden vroeger geen cement of gips. Dus het is een heel natuurlijke bouwmethode die je hier toepast. Het is de oudste. Buiten hebben wij een grove structuur van hout, bekleed met steengras. Steengras is een net met kleine baksteentjes ingewerkt, wat wij volspuiten met een mengsel van kalk, leem en steenkool en decoreren met schelpen en met zeegras en stenen. Dat geeft aan dat het ook ooit onder zeeniveau natuurlijk lag. En ergens bovenin zullen we wat takken en organische resten verwerken. Dat men ziet dat er ook de bovenste lagen wat jonger zijn, zeg maar. Het concept van het gebouw is natuurlijk dat er een stuk maaiveld als het ware van de zeebodem omhoog gekomen is. En wij hebben dat buiten doorgezet. En hoe kunnen we zeg maar een tuin maken wat je het gevoel geeft dat je bij wijze van spreken op de zeebodem staat. Dus wat er eigenlijk gebeurt als de zeebodem droog komt vallen en de zon valt erop, dan krijgen we die scheuren in de modder. En in die scheuren gaan we allerlei planten poten en die planten zijn eigenlijk net zo fragiel als wat je hier binnen ziet. Nou, dit is eigenlijk nou precies wat ik bedoel. Dit is zo'n plantje wat je eigenlijk ook gewoon wel op de zeebodem ziet wiegen in het water. En dat past dus ook heel ontzettend goed bij die volledig transparante begane grond, die glasgevel, maar ook die glazen stoeltjes en die glazen plant. En eigenlijk is dit natuurlijk ook gewoon precies het verhaal wat we willen vertellen. Dus de beplanting die jullie nu beneden zien staan, dat is eigenlijk ook een diversiteit die goed past bij de uitstraling van de benedenwereld. Op de tafel staan transparante potten, behorend ook bij het thema van dit restaurant. Ja, dat is eigenlijk de waterlagen, de onderste verdieping. Daar hebben we dus mooie planten in gezet die ook wat bijdragen aan de sfeer, aan de luchtkwaliteit. In deze unieke omgeving is echt iedereen welkom. In onze programmering hebben we online talkshows, bijeenkomsten, symposia en de zalen hierboven bieden daar echt alle mogelijkheden voor. In Food Forum praten we niet alleen over voedsel, we laten het ook proeven.
En onze chef-kok Sharon de Miranda haalt voor haar menu's de ingrediënten uit de regio. Los dat het een prachtig pand is, koken wij hier ook heel erg duurzaam. We houden rekening met de korte keten. We eten zoveel mogelijk plantaardig of we koken zoveel mogelijk plantaardig hier. Dat betekent niet dat we helemaal geen dierlijke producten gebruiken, maar 20%. Dus 80% is noten, fruit en zaden. En 20% is een ruimte voor dierlijke eiwitten. Waaronder deze prachtige polderkoeienkaas. Die komt gewoon uit de polder hier. Maar we hebben ook van die pareltjes, net zoals deze quinoa. En hiervan ga ik een heerlijke salade maken. En wat heb ik dan een geluk dat ik in een pand van de provincie sta en binnen de provincie Flevoland woont. Want dit komt gewoon uit de provincie Flevoland. Ik ga hem vast koken. Het leuke is dat binnen Foodform we heel vaak werken met seizoensgebonden producten. Dat betekent dat we een prachtige kaart hebben van het seizoen. Maar ook willen we daar wel eens van afwijken. Als ik bijvoorbeeld te veel pompoenen heb ingekocht. Dat kan, hè. Ook ik maak wel eens een foutje met te veel pompoenen. Dan zorg ik ervoor dat ze allemaal opkomen. Nou, ik vind het sowieso prachtig en smaakvol. Dit is nou typisch een voorbeeld van een gerecht van een menu van de toekomst. Super, hè? Foodforum. Hier werken we samen aan de toekomst van voedsel. Kom langs, doe mee en proef!